Horst en de Maas mag vandaag naar de stembus. In het begin van de ochtend blijkt het al aardig druk in de liepreien in Horst. De keuze is voor velen niet altijd makkelijk gemaakt. Ik vond het een beetje moeilijk, ja. En waarom was het zo moeilijk? Ja, je weet niet meer waar je op moet stemmen. Ze praten allemaal mooi van tevoren. En daarna komen ze niet meer met de beloftes. Maar er zijn ook genoeg mensen die goed voorbereid zijn. Was het een moeilijke keuze? Nee, want ik had thuis al alles nagekeken waar ik op zou stemmen. Dus alles goed voorbereid, zodat hij niet in de stem ook goed is? Ja, want anders dan weet je niet waar je op moet gaan stemmen en dan lig je te zoeken en dan weet je nog niet op wie. Dus dat had ik thuis al eerst allemaal doorgenomen. Ik stem al jarenlang op dezelfde partij. En wilt u zeggen welke partij? Dat is geen probleem. Voor mij is dat de SP. En waarom de SP? Nou, sociale partij. Zijn er bepaalde onderwerpen die voor u heel belangrijk zijn met het stemmen? Nou, goede fietsenpaden. En de wegen zijn wat rond en de fietspaden, dat die eigenlijk wat recht lopen. Dus veiligheid is voor u heel belangrijk? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Dat merk je pas als je niet zo goed ter been bent. Ja. Dan merk je dat. Vindt u het belangrijk om te stemmen? Ja, zeker, want anders hoef je ook geen commentaar te geven. Hè. Als het iets niet naar de zin is, dan vind ik belangrijk dat je dus ook doet stemmen. Want ja, die keuze die je maakt, heb je ook graag dat die mensen dat die het ook eigenlijk voldoen eraan. Hè. Want ja, het is niet dat je zegt, het is helemaal niets. Want het is tegenwoordig toch moeilijk allemaal.